geweldig. Eindelijk mag het weer. Dat is lang gewacht. Ruim anderhalf jaar. Dus ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Zeker omdat je, het Leiden mijn eigen stad is. Ik heb hem 2 jaar geleden ook mogen lopen. Het was waanzinnig. Magisch gevoel eigenlijk. Dat je de stad binnenkomt waar je geboren bent. Eigenlijk alles hebt meegemaakt. En vele mensen langs de kant die je aanstaan te moedigen. En gek staan te doen, wat ik prachtig vind. En daar doe je het eigenlijk voor. Leiden is de eerste stad in een lange reeks, hè? Wat vind je daarvan? Ja, een eer eigenlijk. En dat mede door onze burgemeester Henry Lemfrink. En Tjeerd Scheffer en Mokse vrouw die echt alles hebben gedaan om het door te laten gaan. Helaas ging het in mei niet door. Maar in oktober nu, aanstaande zondag, gaan we er echt een feest van maken. En dat kan je wel in overlaten, gelukkig. Hoe schat je je kansen in zondag? Ik heb wel tegen mijn vader, is ook marathonloper geweest, vooral gezegd dat ik ooit een keer een podiumplaats zou willen lopen. En winnen natuurlijk, het hoger is er niet, het mooiste wat er is. En dit jaar zijn de kansen gewoon wat groter, ook omdat de Afrikaanse toppers er niet zijn. Dus wie weet. Ik hoop dat de mensen langs de kant er ook heel veel zin in hebben en mij de laatste steuntjes in de rug geven die ik nodig heb.